Door camerastandpunten en cameravoering kun je een vast beeld maken zoals dit beeld. Recht van voren en op een statief. Je kunt ook vanuit point of view filmen. Hallo? Is daar iemand? Het is alsof je kijkt door de ogen van iemand anders. Alsof je zijn gedachten kunt lezen, maar het is gewoon een cameraman. Er zijn nog meer camerastandpunten die je kunt gebruiken in film of video. Door de camera in een zogenaamd kickforce perspectief te zetten, kijk je letterlijk tegen de persoon op. Je maakt hem daarmee groter en imposanter. Door een vogelperspectief te gebruiken, kijk je op de persoon neer. Die lijkt daardoor juist weer klein en nietig.